La 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 la. Oké. Okay. Voor het openen van de kerstkaartjes, want dat gaan we eerst doen, heb ik een iets wat awkward scène aangezet, in elkaar gezet. Het is eigenlijk gewoon een babbelscherm met een andere, met een extra camera die ook naar mij wijst eigenlijk. Ja, dus dit is de camera die ik heel even zo heb neergezet, want dan kunnen jullie ook precies zeg maar de kerstkaart zien. En deze staat op automatisch, dus ja, dit is mijn kerstkaart natuurlijk, deze kennen jullie. En veel mensen die hebben de typfout gezien hier onderin. Focus. Oh, dit wordt leuk. Hij moet focussen de hele tijd. Nou, er staat ergens beren groet met nog een extra G. Maar dat is dus mijn kerstkaart. Dus ja. Jo van onder. Ja, dat ben ik in ieder geval. Onderkincam. Ik wist niet waar ik hem anders moest doen. Goed, dus ik heb een hele stapel pakket met post. Met moe microfoon. Met kerstkaarten. Ik ga gewoon beginnen met de eerste die bovenaan ligt. Zonder postzegel. Ik weet van wie deze is. Ik weet ook niet waarom die bovenaan ligt. Host. Ja, weer dit is I'm Dutchie. Dankjewel voor je host. En ik heb ook gehoord dat ik niet van alles mag laten zien. Want ik had een briefopener moeten... Wacht. Ik heb hier vast wel iets. Een oud sleuteltje, iets van iets. Ik ga het muziekje wel iets achter zetten, want anders wordt het een drama. Ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren, maar dit wordt vast hartstikke leuk. Dus ja. Wie hebben we hier dan? Dit is Nicky, dankjewel voor je host. Dit was een drama. En Jorven, dankjewel voor je host. Ik weet het is een hele awkward positie voor een camera. Ik denk dat ik ook gewoon in die camera blijf babbelen. Is dat een goed idee? Weet je wat? Ik ga het even anders doen. Let me do something. Zo, doen we het al zo. Hallo Menzon. Hoef ik tenminste naar één ding te kijken. Dit is een heel lief berenkaartje. Met Merry Christmas. Dat is super. Is het eigenlijk een beetje te zien überhaupt of niet? BZN, je voorbeeld. Ben zonder naam? Nee, alsjeblieft niet. Oh. Nou, we al, inderdaad allemaal een keer mijn onderkin gezien. Het is niet... mijn baard is ook niet perfect. Maar goed, anyway. Een heel lief kaartje. En er staat in. Kan ik dit zo doen? Zo. Er staat in fijne kerstdagen, joh. En een gelukkig nieuwjaar. Blijf zo doorgaan met je awesome streams. And we love you. Groetjes, Riri. Ah, dat is zo lief. Dat is zo lief. Ik kijk automatisch naar die andere camera. Maar en er zit ook een kleine, nou best wel flinke donatie bij. Ga weg, camera. Ik moet naar die kijken. Dankjewel, Rianne, voor je lieve kaartje. Ik moet even kijken om plek zien te verzinnen waar ik het allemaal ga neerleggen. Ik leg het gewoon hier en de enveloppe gaat daar. Dit is mijn kaart. Die gaat daarheen. Volgende kaartje. Dit is een heel mooi 3D kaartje geworden. Heel mooi 3D kaartje. En er staat ook nog prettige kerstdagen staat erbij. En er staat hierbij. Ik wens je een hele fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar van Joyce. Ah, Joyce, dankjewel voor het lieve kaartje. Oh ja, nou even een ander ding. Ik heb heel veel kaartjes gehad die er zo uitzien. Heel veel enveloppen. Dus ik weet niet of het allemaal vanaf hetzelfde afkomt. Maar ja, nu dus een heel klein kaartje. En er staat dus op... warme kerstdagen. En sprankelend 2017. En daar staat bij... Hey joh, wat ben je een toffe streamer. Ik geniet elke keer als ik kijk naar, van jouw streams... ik wens je echt een hele fijne kerst en een hele fijne feestdagen en een goed en gelukkig 2017. En dat je dat je nog heel veel mag gaan streamen. Groetjes Dutch Eagle en Elf tot Jordy. Dankjewel Jordy, dat super leuke, cute kleine kaartje. Dankjewel. Je probeert een beetje ja, heen en weer te doen en dat soort dingen. Oké. Dit wordt wel eventjes een toestand. Want dit is eentje waarvan ik dus niet de achterkant echt mag laten zien. Soort van. Oh, Jentel, wat moet ik doen hiermee?
Nou, ik laat het al zo zien. Oh, een heel groot soort van... Ja, het is gewoon een kaart. En er zit achterop zit toch van alles en nog wat. Maar ik moet heel even goed kijken. Oké, er staat op Merry Christmas en Happy New Year. Moet vuurwerk zijn, maar mislukte. Dat is dus dit. Dit is vuurwerk. Ik vind het vuurwerk. En dan staat er ook nog... er zit ook nog wat achterop. En ik weet niet of dat wel of niet ook mag op stream. Jendoja. Er zit een heel klein... Er staat hier voor de grote beer. Dus is dat iets wat ik wel mag laten zien op stream of niet? Ik ben zo niet goed in dit. Ik heb zo'n idee dat ik het zo kapot aan het maken ben. Zoveel plakbandjes. Oh, ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren trouwens. En als jullie het muziekje vervelend beginnen te vinden, moet je het gewoon zeggen. La 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 la. Oké. Yeah. Even kijken hoor. Nou, dat is ook nog... ik denk dat ik deze wel kan laten zien. Een heel klein, lief, klein kaartje met een beertje en een sneeuwmannetje. En staat bij... Hey joh, prettige feestdagen. Kijk, hier een klein cadeautje. En dat had ik gezien inderdaad, omdat je niet mag doneren. Maar het is super lief. Je bent super cute en super lief. Ga zo door. Je verdient dit. Een dikke berenknuffel van mij. Groetjes, de kleine beer. En dat is natuurlijk van Jendeltje. Dankjewel, Jendeltje. Kijk weer naar boven. Ik moet echt ophouden met naar boven kijken. Ik ga dit bewaren. En ik ga dit... ik vind het echt super lief, Jentel. Dankjewel. Heel even opvouwen. Zo en zo en zo en zo. En dan klopt daar. En we gaan door naar de volgende. Ik heb er best wel veel. Ik heb ook echt twee enorme enveloppen erbij zitten. Het is echt niet normaal. Ik ga gewoon door. Weer een leuk kaartje. Fancy kerstbeertje. Ik vind het... Oh, de sneeuw loopt vast. Sneeuw. Wacht. Ja, sneeuw. Sneeuw werkt weer. Dus dit mooie kaartje. En daarbij... Jul, fijne feestdagen. Je krijgt toch een kaartje van mijn verrassing. Veel plezier ermee. En hopelijk vind je het mooi. Van Lou. En dan staat ook nog aan de andere kant van het kaartje. Jul, wat ben ik blij jou ontmoet te hebben. Ik geniet iedere keer van je leuke streams. Dus Jul, daarom zeg ik blijf zo doorgaan. PS, je hebt mijn leven veranderd. Beter dan hartje. Ah, dat is lief. Dankjewel, Lou. Heb ik echt je leven veranderd, ja? Dat is zo lief. Ik moet echt niet gaan kijken naar die cam die ik normaal gesproken heb hier boven mij. Zo vervelend. Dan heb ik hier nog een ander kaartje. En dit is een kaartje met hondjes. En ook daarboven staat prettige kerstdagen in 3D ook echt. Je ziet het misschien niet helemaal. Oh ja, zo wel een beetje. En daar staat in. Hallo Jul, ik wens je een fijne feestdagen. En een goed 2017 toe. Groetjes Michael, oftewel Just Gamers. Dankjewel Just Gamers voor je lieve kaartje. We gaan door. Wat vinden jullie van deze camerapositie trouwens? Ik vind het heel erg raar. Alsof ik van jullie, nou, van boven jullie kijk, zeg maar. Ga open. Deze is leuk. Deze is leuk. Dit is een kaartje van, met foto van, Blauwe Blobmanson. Jazeker hoor. En, fijne feestdagen, verlies Blower Blob. En ook aan de binnenkant gewoon. Oh, zo lief. Hij staat ook bij. Fijne feestdagen, joh. En een voorspoedig 2017. Fijne feestdagen. PS, show deze wel in je stream. Ik show ze allemaal in mijn stream, Blower. Hier had je nog je pretfeest. Dankjewel, Blower. Super leuk. Ik vind het zo leuk, post open doen. En het leuke is, ik
kreeg echt gewoon een kwartier voordat ik de stream startte, kreeg ik weer een mailtje dat er weer twee brieven in mijn postbus lagen. Dus sorry dat die het niet gehaald hadden. Oké, we hebben hier weer een leuk kaartje. Oh, deze is leuk. Dit is een eentje met een slapende ijsbeer en drie kleine beertjes eromheen. Deze ga ik wel de kop moeten laten zien zo, sorry. Beste Julian, een beerlijke kerst en een berig nieuwjaar. Ik hoop dat alles goed gaat en je nog lang blijft streamen. Super toffe streamer ben je. Een beerlijke groet. Tamar, oftewel opperpannenlapje. Nou, dat vind ik het. Tamar, dankjewel. Dankjewel, meid. Super lief. Oké, deze is direct naar mijn huis toegestuurd. Ik weet ook van wie die is, want er is in principe maar één iemand die dat heeft. Oh, cold in specie. Dit is zo'n hele leuke 3D-kaart. Ik weet niet hoe dit op de camera te zien is. Ah ja, dit is wel te zien. En dan... Is er nog een andere ook? Nee, het zijn twee soorten. Dit is zo'n 3D-kaart. Oh my god, ik mijn ogen spacen hem. Hopelijk komen al jouw fijne feestdagen. Hopelijk komen al jouw dromen uit. Van Roxcott, Roxana en Cody. Oftewel, Roxcott heet Jan in het echt trouwens. Ik kijk weer naar die camera. Ik moet hem echt gaan. Ik weet niet wat ik meedoe. Ik kan hem ook niet wegdoen, want dat wordt hem niet. Dankjewel, Rox. Alright. Een best wel flinke kaart. Een heel fijne kerst. En dit is een kaart van... Ik ga hem gewoon zo laten zien en hem dan op schuin lezen. Ik wens de leukste streamer van Nederland hierbij een heel fijn kerstfeest. Ik kijk zoveel als ik kan naar jouw streams. En ik geniet er ook elke keer ook echt heel veel van. Groetjes, Tjorven. Deze is van Tjorven. Dankjewel, Tjorven. Super, super lief allemaal. Goed, gaan we naar de volgende. Deze envelop is ondersteboven dichtgeplakt. Dat klinkt heel stom. Maar als je gaat kijken... Kijk, hier staat adres. En hier is hij... Nou ja, maakt niet uit. Het werkt. Hij is aangekomen. Helemaal geen probleem geweest. Alright. Eventjes spieken. Oeh, dat is leuk. Oké, ja. Een leuk kerstkaartje met een sneeuwpopje. En jullie worden... Is dit muziekje al vervelend aan het worden? Ik ga een ander muziekje. Zo. Doen we wel even dit muziekje op de achtergrond. Iets zachter. Zo. En dit leuke kaartje met het sneeuwpopje. Die is van... er staat in. We still love the Bear Family. Van je meest favoriete kijker. Just Baas, a.k.a. Jesse Baas. En dat is dat ook bij je graag laten zien in de stream. Ik laat ze allemaal zien. Hij had ook nog iets getekend aan de binnenkant. Een soort van kerstbeer-eland-achtige combinatie. Nou, super lief. Super lief. Dankjewel, Just Baas. Alright, we gaan weer door. Ik vind dit zo leuk. Ik vind post echt geniaal. Ik krijg het alleen niet heel vaak. Maar als er nou veel of meer post komt, dan kan ik meer van dit soort leuke momentjes doen op stream, hè, mensen. Oh my god. Fancy kaart met allemaal dingen van mij erop. Kijk, hier heb je mijn pretface foto, het logo, ook een keertje mijn Twitter avatar geweest en mijn Minecraft skin fanciness gemaakt. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar staat erop aan die kant. En dan ga ik even kijken wat hier staat. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar van Noortje, Pantertje, Joyce en Hobie. Ah, oh, Joyce en Hobie, dank jullie wel. Ik krijg echt een pellet aan enveloppen daar zo. Alright, ik heb er nog 3 plus deze, dat is dus 4. Fancy kaart hoor. Dit is weer zo'n ik maak even reclame voor Kaartje to Go. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Nou, ik weet al gelijk van wie deze is. Ik weet dat gelijk, instant. Dit is namelijk de one and only Nicky, oftewel Fluffy Snickers style. Oh god, dit is moeilijk. Zo. En ze had erin gezet, Livio, ik wil je graag even bedanken voor alle leuke, grappige en gezellige momenten die we samen hebben gehad. Bij deze bedankt. Verder wil ik je nog even zeggen dat je echt top bent. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Liefs en berenknuffels van Nicky.
Er staat hier ook een beer. Een beer die een scheet laat, denk ik. Oh nee, dat is een staartje. Sorry. Nicky, dankjewel, meid. Nou heb ik er nog zo'n fancy kaart. Oh. Ik ga best wel snel er doorheen, moet ik zeggen. Het waren er echt gewoon heel veel. Alright. Dan een hele lieve fancy kaart. Dit is de tweede van een persoon. Een beer met een kerstboompje. En er staat voor prettige kerstdagen. En er staat op. Ik wil je echt bedanken voor alle leuke streams en alle gezelligheid die je naar ons brengt. Een hele fijne kerst en nog veel succes. Groetjes Tjorven. Met onder ook nog een dikke berenknuffel. Tjorven die had natuurlijk ook al eerder een kaartje. Dit is nog een leuk printje die erbij staat. Dus de tweede van Tjorven. Dankjewel Tjorven. Nou, nu heb ik alleen nog over twee gigantische enveloppen. Die rode doe ik wat laatst. En deze komt nu. Echt waar, enorme kaart allemaal. Oh. Het lijkt wel alsof ik... Ja, weet niet. Damn, wat een grote kaart. Oké. Dit ga ik nooit goed in beeld kunnen krijgen. Ik doe het wel in delen. Dit zijn dus prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar met een enorm lief schattig beertje. En... Alsof er een krant open gegooid wordt. Dit staat in Digital Gaming. Ik wens je een fijne kerst en prettig uiteinde van het jaar. Blijf vooral zo doorgaan en het streamen is... Het is altijd gezellig in de chat en dat zal niet veranderen. Na het lezen van deze kaart krijg je nog een klein kerstcadeautje. Ik geef het bij deze een grote berenknuffel met vriendelijke groet Sascha. Oh, dat is zo lief, Sascha. Damn, kijk dan ook. Mijn logo ding. Mega groot. Voor de mensen die into ASMR zijn. Damn. Nou, deze moet ik wel ergens zien neer te zetten even hoor. Doe maar hier maar even. En dan de tweede mega enorme envelop die ik hier heb. Van, ik weet van wie deze is toevallig. Oh god! €20! What? En Sascha zet erbij, kerstcadeautje. Damn, dat is groot. Ja, die kaart is groot, maar die donatie is hoog. Jemig. En deze stapel met enveloppen nu ook. Dit is de laatste trouwens. Ook weer een immense kaart. Ja, ik wist al van dat deze was. Ta-ta-ta-ta, een pusher. Dat was dat ook bij fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Oh, ik probeer heel hard niet tegen mijn microfoon aan te beuken. Oké, jullie zien even... Ja, dit kan ik niet gewoon goed doen. Laat het zomaar doen. Op de kop kat. Yo, fijne kerstdagen en een gelukkig 2017. Maak er net zoals 2016 een leuk 2017 van. Blijf lekker doorstreamen en mensen entertainen. En er staan nog een paar losse woordjes bij. Met Jul, je bent cute. Voelt net als een familielid. Hashtag berenfamily. Groetjes, Wopje. En hoe ziet Wopje er nou uit? Wopje ziet er zo uit. Dit is zo ongemakkelijk. Dit, vooral dit. Dit hoofd is heel ongemakkelijk. Oh, en het sneeuw is weer bevroren. Wat is er nou toch? Jemig, wat een hoop kaarten. Echt, dank jullie wel. Dat is super lief. Dit is echt gewoon veel ook. Ik ga ze allemaal ophangen hier zo. Ik zal ze ook sowieso nooit wegdoen. Want iedereen die een kaartje heeft verstuurd, echt dank jullie wel allemaal. Ha! Dit vind ik echt vet. Oké, ik schakel even terug naar de normale camera en dan ziet het er even beter uit. Zo, dan moet ik weer wennen dat ik daar naartoe moet kijken, niet daar. Ik vind het super lief. Echt super lief. Het zijn nog een paar kaarten waar ik eventjes langer naar moet kijken. En sommige hebben ook heel lief een kleine of een hele grote donatie gedaan. Dat is super lief. Oh, hier wordt mijn hart wel warm van, mensen. Dit is zeker echt heel erg lief. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel.